Welkom bij de Wereldmorgen. In deze reeks onderzoeken wij de dreiging van extreem rechts. Het effect natuurlijk op de lange termijn is de normalisering van extreem rechts. En dat is voor mij een heel angstaanjagend gegeven, omdat je angst ziet dat men de democratische fundamenten aan het uitholen is. In deze aflevering doe ik dat met Iko Mali. Ico, welkom. Dank u. Ico, jij bent cultuurwetenschapper. Jij geeft digitale media en politiek aan de Universiteit van Tilburg. Je hebt meerdere boeken geschreven over de NVA, over Vooruit en ook dit boek Nieuw Rechts. Ik spreek vooral over nieuw rechts uh, en er is een reden voor. Uh, um, laten we zeggen, extreem rechts voor mij is uh, een, een deel van de antiverlichtingstraditie. Dat betekent een rechts die uh, de, de democratische orde zoals dat die opgebouwd is na de Franse revolutie, dat die die gaat gaan verwerpen. En extreem hmm. rechts is dan uh, de groepering aan rechtse uh, um, fracties daarbinnen, binnen die antiverlichtingstraditie, uh, die ook... Um, die orde met geweld uh, zouden willen gaan omverwerpen. Uh, waarom gebruik ik het Lijbel extreemrechts minder en, en gebruik ik het, het lijbel nieuwrechts? Is omdat je ziet na de Tweede Wereldoorlog dat dat rechts, hè, dat rechts, dat die liberale orde, de mensenrechten en zo verder uh, uh, geen warm hart uh, toedraagt, dat die eigenlijk nieuwe strategieën gaan ontwikkelen. Uh, die, dat ze afstappen van uh, de massapartij met de leider, met uh, knokploegen en zo verder, en dat men heel sterk gaat gaan inzetten op uh, ideologische en culturele uh, strijd. Uh, en die methodologische verandering, uh, zo je wil, uh, dat ligt aan de basis van La Nouvelle Droite, van Nieuw Rechts. Maar dat, dat, dat gedachtegoed, wij denken dan altijd aan de partijen hier in eigen land, maar dat is een gedachtegoed dat ook heel sterk internationaal wordt ontwikkeld en uitgedragen. Mm -hmm. um, dus wat je ziet, een, een nieuw rechtsstart eh, in uh, de jaren zestig in Frankrijk, maar heel snel, hè, die school La Nouvelle Droite genoemd door de pers, hè, ze noemden zichzelf een, een soort onderzoeksgroep naar de Europese uh, cultuur en civilisatie, uh, vanaf de. Eerste jaren zien we dat dat vertakkingen krijgt in um, Portugal, in Spanje, in Italië, ook in eigen land heel snel. En door de digitale digitalisering en die digitale media zien we dat dat eigenlijk nu een globaal fenomeen is. Dus dat er een soort nieuwrechtse cultuur ontstaat die ingebed zit in digitale structuren. De, de ondertoon daarbij is toch altijd een of andere vorm van racisme, die gebruikt wordt als fonds voor het... Verder gedachtegoed. Nu, nieuw rechts, zoals ik het ook hier gelezen heb, zegt van zichzelf: nee, racisme is voorbij, wij doen daar niet meer aan. Maar jij hebt daar een andere inzicht in. Ja, um, om dat even te duiden, moet ik een aantal draadjes uit elkaar halen, denk ik. Het echte fundament is, uh, wat ze centraal stellen, is de groep. En de groep uh, niet in de zin van een klasse, uh, maar de groep in de zin van een etnische groep. Uh, de Vlaming in, in, in ons geval, maar bijvoorbeeld in Frankrijk niet alleen Frans, maar ook de Britoense uh, groepering en zo verder, hè. Dus dat is het centraal uh, gegeven. Men strijdt om uh, die groep met zijn cultuur, met zijn taal, met zijn gewoontes, gebruiken en zo verder, om die te laten niet alleen overleven... Maar om die tot grootsheid te brengen. En doordat ze dat als fundament nemen, de groep, hè, dan staat die groep altijd tegenover andere groepen. Ander. En, en dus de, de ander, hè, in de zin van de migrant, maar heel vaak ook de, de linkse en zo verder, hè, worden gezien als bedreigingen voor die tradities. Hè. En dus. Um, wat we zouden bestempelen als multiculturaliteit in één land, wordt door die nieuwrechtse groepering gezien als een ondermijning, een aanval op de natie, op de etnische groep en dus als een gevaar, als een dreiging. En dat zien we vanaf de jaren 80-90 heel snel. Die, die idee mainstream worden in het integratiedebat hier in Vlaanderen, maar uiteraard ook in Oostenrijk, bijvoorbeeld in, in Duitsland, uiteraard in Frankrijk en, en zo verder. En dat brengt met zich mee een nieuw soort racisme. En ik, ik leg die nadruk op een nieuw soort racisme omdat. De, er zit daar wat theoretische ontwikkeling achter. Ze hebben daar dus met andere woorden goed over nagedacht. Daar is enorm over nagedacht. Er zijn heel veel boeken over geschreven over hoe dat te doen. Hè. En uh, moeten we terug even naar de tijd gaan, na de Tweede Wereldoorlog krijg je uh, een antiracistische uh, consensus waarbij dat uh, de mensheid, uh, dat diversiteit omschreven wordt als de essentie van de mensheid. Hè. Als uh, wat, de, wat het betekent om mensen te zijn is eigenlijk. Diversiteit. En dat was. Uh, dat klinkt uh, heel goed. Dat klinkt heel goed. Hè? Uh, uh, het zijn allerhande antropologen, zoals Levi Strauss die die consensus mee uh, gaan opbouwen. Wat het snuggere is van La Nouvelle Droite, is dat ze uh, een afstand nemen van het biologische racisme, ja. toch op oppervlaktieniveau van voor de Tweede Wereldoorlog, hetgeen dat eigen was aan het fascisme. Uh, maar vooral aan het nazisme eigenlijk. Um, en men incorporeert, men maakt een soort synthese tussen dat oude biologische racisme en het cultureel antiracisme. En ze ontwikkelen een soort metaracisme. En dat moet even verduidelijkt worden. Uh, wat zegt men? Kijk, de essentie van de mensheid is inderdaad diversiteit. En omarmt dat uh, volledig. En men zegt: kijk, als we kijken naar die diversiteit, hoe werkt dat? Wel, dat werkt doordat je volkeren hebt in bepaalde territoria, uh, waar dat ze groeien, normen, waarden creëren in relatie met de omgeving en zo verder. En dat is de essentie van de mensheid, ergo dat moet bewaard worden. Maar, zeggen ze, wat we nu zien is multiculturaliteit. We krijgen diversiteit binnen één grondgebied. En dat is een vernieling van de cultuur. En dus ook een vernieling van de echte diversiteit. Dus moeten we daar tegen zijn. En dus die herdefinering van racisme komt in de jaren tachtig. Net op het moment dat we hier niet alleen de oliecrisis hebben en zo verder. Maar waarin we ook nieuwe diversiteit zien toekomen in onze steden. Niet enkel meer de arbeidsmigranten, maar we zien ook migratie uit de Sovjet-Unie, voormalig. Uh, Oostbloklanden en zo verder. En dus we zien dat die herdefiniëring uh, van de natie, uh, enerzijds en anderzijds van hoe omgaan met diversiteit, dat dat elk uh, hier in eigen land door het Vlaams Belang, of destijds Vlaams Blok, uh, tot het centrum van de macht uh, gepropageerd wordt. En dus in de jaren 90 zie je dat geleidelijk aan door de opmars van het Vlaams Belang, het uh, uh, Vlaams Blok met dat discours, dat de tegenreactie van de partij was ja, om die basisconsensus, die basisidee te gaan aanvaarden. Heel het integratiebeleid is erop gericht om diversiteit terug te verminderen. Ze moeten Vlamingen onder de Vlaming uh, gaan worden. En dat betekent, ze moeten onze waarden en normen hebben. En er mogen er vooral niet te veel komen. Ik weet niet of je je nog herinnert, de tolerantiedrempel. Ja, maar je stelt toch vast dat de andere partijen uh, heel wat van dat discours overnemen. Nu, jij zit daar eigenlijk in jouw uh, onderzoek, in jouw studies, een stap verder en jij zegt. NVA is eigenlijk ook een deel van dat nieuwrechts. Ja. ja, dat denk ik. Er is daar geen twijfel over, uh, wat mij betreft. Um, dus wat je ziet is... Ik weet niet of je dat nog herinnert, maar in 2004 schreef uh, Bart de Wever uh, een opiniestuk in De Standaard. En uh, daar uh, had hij het over zijn uh, politieke ideologie. Uh, waar dat hij uh, de mosterd haalt. En de mosterd haalt hij bij Edmund Burke. En hij uh, zet Burke neer als een soort uh, liberale conservatief. Kan je misschien even zeggen wie die figuur is? Was? Edmund Burke was een uh, politicus uh, in het Lagerhuis in uh, Groot-Brittannië in de 18e eeuw. Dus in de periode van de Amerikaanse Revolutie en uh, de Franse Revolutie. Uh, hij zit in het Lagerhuis, dus we zouden veronderstellen dat hij daar uh, zit om de gewone mensen te gaan vertegenwoordigen. Maar hij was eigenlijk in dienst uh, van een lord, uh, van uh, de elite, uh, van die samenleving. En dus op het moment dat die Amerikaanse Revolutie uh, zich voltrekt, kijkt hij daarnaar en denkt hij dit is niet. ...niet goed en hij zwijgt. De, de containment-politiek uh, wordt eigenlijk door uh, Burke uitgevonden... Uh, Totdat de Franse revolutie gebeurt. En dan komt het natuurlijk, hè, dat revolutionaire gevaar in zijn ogen komt heel dichtbij. En hij schrijft op dat moment een, een boekje over die Franse revolutie, waarin dat hij de radicale filosofen, de, de idee van democratie en zo verder, mensenrechten en zo verder, gaat, gaat neerpennen als een fundamenteel gevaar, als uh, iets dat onvermijdelijk naar geweld leidt en zo verder. Dus Burke was in wezen uh, een, een antidemocraat uh, in het diepste uh, van zijn hart. Dat klinkt helemaal niet goed. En dat is vandaar naar Bart de nee. Wever, die daarachter staat. Ja, en nee, ik verzin dat niet. Hè. Het is Bart de Wever die zegt: Dat is mijn groot voorbeeld. Zo doe ik aan politiek. En hij heeft toe, ja, hier en daar uh, moet je wel iets uh, veranderen uh, aan Burke, want de situatie is veranderd. Uh, maar de essentie blijft uh, nog altijd dat uh, binnen de N-VA. Uh, en heel die anti-verlichtingstraditie die start met Edmund Burke, dat dat eigenlijk het centraal fundament is van die partij. Namelijk, de Vlaamse natie, het organisme uh, die, die daar moet voor gezorgd worden, en het individu is van minder belang. Mensenrechten en uh, gaat de wever zeggen, ja, ik ben daar helemaal voor. Maar als je kijkt naar hoe dat die mensenrechten door de wever dan gedefinieerd worden, dan heeft dat, uh, wel, dat wist hij de, de universele dimensie van die mensenrechten. Mensenrechten worden eigenlijk een soort cultureel erfgoed. Hè? Ze gaan eigenlijk Uitwijze... progressieve termen een andere ja. invulling inv inv ja. geven. En dat is een, uh, een klassieke strategie van nieuw-rechts. Wat uh, alleen de Benoit, uh, de peetvader van uh, la nouvelle droite in Frankrijk, metapolitiek noemt, namelijk we gaan niet meer echt aan politiek doen, op lijsten staan, maar we gaan in eerste instantie de culturele strijd gaan voeren. Hè? Wel, hoe doen ze dat? Door termen te... Kapen die algemeen aanvaard zijn. Dingen als democratie. We kunnen vandaag de dag niet meer zeggen dat we antidemocraten zijn. We kunnen niet meer zoals Mussolini in de jaren derde, zoals Mussolini in de jaren dertig zei. Democratie is een scam, een, een manier om de gewone mensen op te lichten. Dat is iets wat niet meer kan gezegd worden. We moeten allemaal democraten zijn. Maar de invulling die aan democratie gegeven wordt. Wordt iets helemaal anders. Hè? Dat die verlichtingsfilosofen democratie gaan zien als uh, een systeem van representatieve democratie met een rechtsstaat, met mensenrechten uh, en zo verder. Dus democratie als een grote ideologie. Wel dan ziet Nieuw Rechts dat als de stem van het volk. En het volk uh, letterlijk begrepen als het Vlaamse volk. Hè? Een volk die homogeen is uh, en dat zo verder. Dat één mening heeft? Dat één mening heeft. Wat natuurlijk niet zo is. Hè? Nee. Maar dat is de illusie die altijd gecreëerd wordt. En men doet dat dus ook met racisme. We zijn allemaal antiracisten. We kunnen niet zeggen dat we racisten zijn. Maar, ha, als je dan kijkt hoe men dat antiracisme gaat gaan definiëren, ha, dan zien we dat dat toch, uh, men limiteert dat tot dat biologisch racisme. Maar dat culturele uh, racisme, dat is uh, algemeen aanvaard. Wat ha. zij dus geen racisme noemen. Dat dus, maar je ziet hoe dat uh, woordgebruik en taalgebruik en framing en hoe dat je betekenis geeft. Elk is dat vandaag de dag de essentie van uh, het politieke spel aan het worden. En je ziet dat in VA en het Vlaams belang dat alle twee heel goed begeersen. Uh, maar meer, uh, je ziet dat als je bijvoorbeeld de boeken van Tom van Grieken erop naslaat, wel, die boeken lijken bijna identiek. Op het jaar jargonnene discours dat Bart de Wever in de laatste twintig jaar ontwikkeld heeft. Ja, Ico, jij zegt dat dan, de NVA, Nee, 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 wij zijn helemaal anders. Hè, want wij hebben toch die fameuze Chinese muur, een mooie metafoor. Die muur ging erachter, brokkelt wel af, maar blijkbaar zou die heel stevig zijn hm. tussen N-VA en Vlaams Belang. Ja. Ja, ik ga daar dus uh, absoluut niet mee akkoord. Uh, um, op, op heel veel verschillende niveaus. Hè. Het eerste uh, is het op ideologisch niveau. Hè. Je ziet dat die twee partijen uh, uh, uit dezelfde ideologische grondstroom komen. Uh, het verschil uh, is een minimaal verschil in, in dat vlak. Hè. We weten dat de wever in. in in zijn eerste jaren als columnist bij de Standaard en de Morgen, daarin zijn levenswerk van gemaakt heeft om die nadruk te gaan leggen op het grote onderscheid tussen die twee partijen, ideologisch dan. Waarbij hij het Vlaams Belang afschildert als een bloed-en-bodem-nationalisme, terwijl dan N-VA een soort inclusief-nationalisme zou gaan vertegenwoordigen. Maar als je onder dat laagje krapt, dan zie je dat ook binnen in die n va in essentie, de etnoculturele gemeenschap. Uh, het centraal uh, en dominant principe is, net zoals uh, bij het Vlaams Belang. Je ziet het trouwens in, in een gedeelde uh, Idee over hoe omgaan met migratie, hoe omgaan met Nederlands uh, en zo verder. Uh, posities rond de Conventie van Geneve, rond mensenrechten, uh, en, zo verder, en zo verder. Dus op ideologisch niveau uh, zal er wel een verschil zijn tussen bijvoorbeeld de, de, meer, de meest extreme uh, stemmen binnen het Vlaams Belang en de meest uh, progressieve uh, bij uh, het N-VA. Uh, maar in wezen, de grondprincipes, de grondideeën zijn uh, zeer gelijkaardig. Het verschil is tussen uh, een Edmund Burke en begin. Van de antiverlichtingstraditie en een Mussolini op het eind. Die twee zijn niet hetzelfde, zijn geëvolueerd, maar de, de ideologische grondstroom is dezelfde. Een tweede element is dat je ziet dat die twee partijen uiteraard groeien uit een middenveld. Een middenveld, um, het NSV, de studentenbeweging, NSV. Um, Nationaal NSV. Studentenverbond. Ja. Uh, je ziet dat daar een, een, eenzelfde, echt een grondstroom, een structuur. Infrastructurele grondstroom. is. Je ziet het ook in media, zoals een doorbraak, een scepter, een palnieuws of scheld zelfs, waarbij die partijen er altijd behoorlijk goed uitkomen. Je ziet het ook in het electoraat, die heel makkelijk verschuift van de ene partij naar de andere, afhankelijk van het succes dat ze hebben. En zeker vandaag onder Tom van Grieken, dan zie je dat. Van Grieken enorm goed geleerd heeft van Bart de Wever. Als die boeken van Van Grieken erop naast laat en ik zou je gewoon stukjes uit die boeken halen en stukjes uit de boeken van de Wever halen, wel, ik vraag mensen, ik vraag me af, hoeveel mensen zouden kunnen raden wie welk stukje geschreven heeft. En beide staat identiteit centraal en laat nationale identiteit vallen. Beide strijden voor onze waarden, onze gebruiken en onze cultuur, onze normen en zo verder. Beide zijn nu op pad tegen het gevaar van de woke en uh, de cancel culture, met exact dezelfde woorden, met exact dezelfde uh, argumenten. Uh, je ziet trouwens ook in, in kandidaten die van de partij naar de andere partij gaan verhuizen. Uh, er is samenwerking, schild en vrienden bijvoorbeeld van Dries van Langenhoven. Wel, in die beginjaren was die heel duidelijk gebouwd uh, uit een soort uh, Forza Flandria-ideologie, waarbij dat er zowel leden van het Vlaams Belang als van NVA in zaten. Uh, dus. Ik denk dat we die Chinese muur met een zakje zout moeten nemen. Ja. Nu, we hebben het nu over de NVA. En jij zegt, jij gaat daar uh, redelijk ver in. Zeg, want eigenlijk zijn dat volledig overlappende uh, concepten. Maar daarmee praten we niet goed. Uh, wat de CDMV onder andere doet, wat vooruit ook doet, dat is delen of toon aan manieren van zeggen van dat discours overnemen. En je kan je dan afvragen van... Doen ze dat electoraal of doen ze dat uh, omdat ze daar voor een deel van overtuigd geraken? Maar hoe wijs, hoe verstandig is die strategie eigenlijk? Die is niet wijs. Hè? De, de, maar, misschien om, om dat antwoord te kaderen, moet ik even een, een groter plaatje schetsen. Als mm -hmm. we de politiek vandaag willen begrijpen, dan moeten we die begrijpen binnen het kader van een sterk veranderend medialandschap, enerzijds, en anderzijds van. Uh, uh, het stijgend belang van supranationale instellingen op de politiek. En die twee elementen zijn belangrijk, denk ik, om te begrijpen wat politieke partijen vandaag doen. Laten we beginnen met dat grote verhaal van de structurele instellingen. In wezen, het gros van de politieke beslissingen worden niet gemaakt in Vlaanderen, nog in België. Ze worden gemaakt in Europa, in allerhande supranationale instellingen. Nu, dat betekent natuurlijk dat politieke partijen in eigen land uh, een kleine marge hebben in het voeren van beleid. Wat kan en wat niet kan. Uh, ik denk, als we denken aan Syriza bijvoorbeeld in Griekenland, dat was een heel duidelijk voorbeeld. Je krijgt een partij uh, die het allemaal heel anders wil gaan doen, maar die botst op uh, het Europese uh, kader. En die uiteindelijk. Uh, wel gedwongen, op de knie gedwongen wordt om toch binnen dat spel te spelen. Ja, en ten onder gaat. En ten onder Dus dat kader is waarbinnen dat men speelt. Nu, het effect daarvan is dat politieke partijen in wezen geen fundamenteel alternatief aanbieden, maar dat ze een. Um Communicatieve politiek gaan, gaan voeren. En je ziet dat en vanaf de jaren negentig, er wordt heel sterk ingezet, niet op ideologie in die mainstream partijen, maar op communicatie. Hoe kunnen we communiceren dat de mensen ons, uh, zich herkennen in ons, ons leuk vinden? Denk aan Bertha Scho in der tijd. Hè. Ik huil en ik toon mijn gevoelens en ik ben lief voor mijn vrouw en zo, ergo, ik zal ook wel een goede politicus uh, zijn. Uh, wel, vandaag zie je dat op steroïden. In de zin dat men peilt als een gek. Men kijkt naar de Vanity Metrics, welke posts circuleren heel goed, welke niet. Nu, het effect daarvan is dat die communicatie reproduceert wat al genormaliseerd is. En dat ze heel sterk gaan inspelen op een aandachtseconomie. Waardoor je dus de ene heigerige post naar de andere gaat gaan krijgen, de ene hyperbol naar de andere. Maar ook. Wat je krijgt is een reproductie van uh, wat anderen al lang normaal gemaakt hebben. En wat is dat? <laughs> dat is uh, het Vlaams belangdiscours over democratie, over integratie, over mensenrechten en zo verder gaat vandaag de dag door als realisme. We kunnen niet het OCMW zijn van de wereld. Uh, en dus dergelijke strategieën kunnen op korte termijn werken. Eindelijk, we hebben een, een nieuwe stem en we kunnen daar nu op gaan stemmen. Eens, hè. In, in, in het geval van Conor Rousseau, hij, hij plakt op beeld, hij doet het heel goed, hij heeft een hele goede mediastrategie en zo verder, hè. tot op het uh, moment dat alles in duigen valt natuurlijk en dan uh, komt de volgende. Ik vermoed dat Sami Medi zich klaarmaakt om die rol van Conor uh, over te nemen. Maar het effect natuurlijk op de lange termijn is de normalisering van die ideologie van de rechterzijde. En dat is voor mij een heel aan, aan angstaanjagend gegeven, omdat je ziet dat men de democratische fundamenten aan het uitholen is. Nu, we moeten vaststellen dat extreemrechts zeer goed inslaagt om die nieuwe, die sociale media te gebruiken om hun boodschap te verspreiden, terwijl tegelijkertijd de sociale organisaties, de progressieve organisaties, ik denk dan bijvoorbeeld aan de vakbonden, daar net niet in slagen. Hoe verklaar jij dat? Oh, dit is moeilijk. Hè? Als je weet dat wat populair is zichtbaarheid verwerft, dan kan je die populariteit gaan gamen. Je kan die gaan bespelen. Je kan afspreken met uw vrienden in uw activistisch clubje dat wij om 9.15 uur 15 iets zullen posten. Waarom 9.15 uur? 15? Omdat we blijkbaar al gezien hebben dat post in onze achterban om 9 uur 15 goed scoren. En we gaan dat een extra zetje geven door iedereen te vragen op hetzelfde moment te gaan liken, te gaan klikken erop, te gaan commenten eronder en het gaan delen op de eigen uh, nieuwsfeed. Uh, en dus heel snel zie je dat men uh, dus een soort algoritmisch activisme gaat gaan ontplooien. En als je dus wil begrijpen waarom dat Schild en Vrienden in 2016 heel snel naar de 40.000 uh, volgers ging, dan was dat omdat ze dit spel heel goed gingen uh, begrijpen. En dat ze dat deden, niet alleen in een lokaal Vlaamse context, niet alleen met hun eigen vriendjes, maar dat ze ook een heel netwerk aan pagina's gingen gaan inzetten op een internationale schaal, om dat mee te gaan delen. En zij deden hetzelfde naar anderen. Dat is wat Extreemrechts dus heel goed doet. Maar die zien sociale mediaactiviteit niet op zichzelf. Wat zij willen is dat, want zij verwaarlozen de mainstream media ondertussen niet. Wat zij willen is dat dat overloopt, om het zo te zeggen, naar die mainstream media. En bovendien dat dat overloopt, die manier van doen, van aan politiek doen, naar uh, het politieke milieu. En ze doen dat uitermate goed. Hè? Dus. Uh in de literatuur noemen we dat het hybride medialandschap. Het idee, we hebben vaak nog het idee, en je hebt de mainstream media en je hebt die sociale media. Dat zijn twee aparte dingen. In de realiteit is dat natuurlijk niet zo. Die dingen zijn heel nauw verbonden met elkaar. Dus we weten dat journalisten ook naar Twitter kijken, bijvoorbeeld om te zien wat er leeft de hele briefkaart van vroeger is vandaag Twitter. Hè. Iedereen klaagt over een uitzending, Oei, misschien hebben we iets fout gedaan, we gaan de volgende dag een beetje gaan compenseren, maar ook, oe, dat leeft enorm onder de bevolking, dus we gaan hier aandacht aan besteden, want het is relevant, het is belangrijk. En dus het is dat spel dat ik streamleks heel goed gaat gaan spelen. Men gaat dingen op de agenda zetten door gewoon gebruik te maken van die um, Digitale media. Denk bijvoorbeeld aan iemand als Wilders. De man spreekt in de laatste decennia, en vooral via Twitter. Maar via Twitter wordt er aandacht besteed aan de mainstream media. Trump idem dito. Dus als je iemand als Theo Franke doet dat ook, en goed. Ja, uiteraard, en dat is het spel. 's ochtends stuur je een verleende tweet en 's avonds mag je hem in de afspraak komen nuanceren, maar ondertussen heb je heel je boodschap wel gebracht daarin. En dus ze worden eigenlijk centrale figuren binnen heel dat spel. En ik wil eigenlijk daar één iets aan toevoegen. Wat je ziet is dat die populariteitslogica dominant is in heel dat hybride mediasysteem uh, en dat is van belang. Uh, het is van belang omdat we eigenlijk in een soort populisme cultuur gaan gaan leven die genormaliseerd wordt. Uh, als je kijkt naar de afspraak bijvoorbeeld, dan wordt het heel moeilijk om daar geïnformeerd te worden ten gronde, want mensen moeten ook daar heel snel vlug en uh, To the point gaan antwoorden, lange antwoorden worden meteen gezien als verdacht rond de pot draaien en zo verder. En dat denk ik is ons fundamenteel probleem. Als we nadenken over de opgang van extreem rechts, dan gaat dat niet louter over hun ideologie en hun mediatactieken, maar het gaat over het hele veld, het mediaveld die. Niet meer toelaten om diepgang in het debat te gaan brengen. En in die zin verlies je bijna altijd in een debat met een extreemrechtspoliticus, omdat het format niet toelaat om rationeel, diepgaand mensen te gaan uh, informeren. En ik denk dat dat een heel fundamentele ziekte is. Uh, het breken van de regels is de norm geworden in het mediaveld, als journalistiek, maar ondertussen ook in het politieke veld. Dus Trump is een kind daarvan. Als we dat concept nu even nemen naar Vlaanderen, denk aan onze CD&V-ministers die de rechtspraak naast zich neerleggen. Mm -hmm. Die zeggen, we zijn veroordeeld omdat we de migranten niet-gumaan gaan behandelen, maar we gaan daar niks aan doen. Wel, Dat is gonzo-politics. Fuck de regels, wij doen gewoon ons zin. En natuurlijk, doordat je dat gaat doen, krijg je die anti verlichtingstraditie Want je bent eigenlijk de fundamenten van de rechtsstaat, van de democratie, ja. van de radicale verlichtingsideologie, compleet. Je 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 aan het, Je neemt uh, niet alleen de methodes, maar ook de inhoud over. Ja. ja. Nu, uh, je hebt juist gezegd: het nadeel van progressief en sociaal nadenken over de maatschappij, dat vraagt inhoud, dat vraagt diepgang. En dat is juist iets wat in die digitale media net niet goed kan. Nu, sommige, ik hoor sommige mensen dan zeggen, ach, die sociale media, geef dat op, of laat dat maar varen, of het is niet belangrijk, of het is toch verloren. Dus er helemaal uit de weg blijven. Ja. Ik, be ik begrijp het uh, gevoel... Um. Vandaag iets zeggen op je sociale media over een, een politiek thema betekent dat je bedolven, in mijn geval dan toch, uh, vaak bedolven wordt een dag in of twee onder ongelooflijke shitcomments. En uh, 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 dat is niet leuk. Hè, dat neemt arbeidstijd weg en, en levensvreugde misschien ook wel voor een stuk. Uh, terzelfde tijd, uh, dat is de politieke strijd. Uh, en hem dus niet voeren op die uh, plaatsen is uitermate nefast. In de zin dat je dan heel het speelveld overlaat aan de rechterzijde, aan de trollen, aan de extreemrechtse zijde en zo verder, die dan mee die consensus gaan bepalen en die dus mee de consensus in heel dat hybride mediasysteem gaan, gaan bepalen. Uh, dus daar wegblijven is helaas geen optie. We moeten beseffen dat onze strijd, is uiteraard deels electoraal, maar in eerste instantie is de strijd een lange termijn strijd. Het is een van. 10, 20, 30 jaar. We moeten bouwen aan eigen infrastructuren, online en offline, die toelaten om meer die diepgang te brengen. Ico, hartelijk dank voor deze bijdrage. Graag gedaan. Ico Mali, nieuw rechts, nog altijd de moeite waard. Wij zijn de wereldmorgen, een kritisch, niet commercieel, onafhankelijk medium. Wij maken deze programma's dankzij uw steun. Die steun is altijd welkom op de wereldmorgen.be slash steunen.